Huishoudens de Albina die schade hebben geleden door herhaaldelijke stroomuitval mogen hun klacht indienen bij de energiebedrijven Suriname EBS. Dit stelde technisch directeur Marcel Eindhoven eerder tijdens een persconferentie over de spanningen van afgelopen maandag in het oostelijk district. Eindhoven geeft aan dat EBS zich zal oriënteren als melding wordt gedaan. Er is een vaste procedure daarvoor dat je dat meldt. En dan komen we kijken wat er wordt gezegd dat het door ons schuld komt. Maar zo dus de energievoorziening uitdoen, is er geen reden om te zeggen dat het apparaat kapot is. Je hebt iemand het ook uit. Iemand de televisie, als je uit het huis gaat, uit. Zo doen wij aan de andere kant, maken we die schakelaar ook uit. Dus, maar we gaan niet daarover reden twisten. We komen en dan gaan we een nader onderzoek verrichten. Kijken naar de installatie en de technische omstandigheden rondom het huis. En dan op basis daarvan, als blijkt dat er toch redenen zijn waarbij je een vermoeden hebt dat er bij ons iets verkeerd gegaan is, dan gaan we dan de mensen daar vergoeden voor de reparaties. Algemeen directeur Leo Brunswijk merkt op dat de mensen wel de datum en tijdstip van het gebeuren moeten kunnen aangeven. Je kan niet gewoon zeggen of mijn apparaat is kapot, stelde Brunswijk. Hij benadrukt dat alles duidelijk moet zijn voor de EBS om over te gaan tot uitkering van een vergoeding.